Pavel, fire rocket at nearest player. I'm a true champion. Nu, de Puster S2. Of Comet S2. Die is sinds gisteren uit. Ik kan er eerst wel een video over maken. Maar GTA werkt bij mij om een of andere reden niet. Ik heb opgezocht, alles werkte. En heb je mijn GTA? Ja, nee, dat zegt nee, ik wil niet werken. Boei. Dit ding. Oh. Wel, ik denk. Ja, ik wil die eigenlijk in mijn auto shop hebben. Even plaats maken. One eternity later. Eventjes later en. Oh, die moet de student service. En hier is mijn garage. Mijn voorlopig mijn vier favoriet. Die gewoon. Natuurlijk wagen. Die omdat ik er aan het werken ben. Als die echt mijn favoriet, maar aan het werken. Die is echt geweldig. En die is dus gewoon dik. En nu de nieuwe Comet S2. Ik heb die toen getest drive voor iedereen die zich nog kan herinneren in de stream. Vorige week dinsdag. Heb ik deze test drive en ik zei deze kan. Daarna even is qua launch de lange niet zo goed als die daar, maar die is qua topsnelheid en voor de rest wel heel goed. Dus ik ga even naar de car meet, dan krijg ik reputation points, dus level ik op. Als ik daar tune. En dit ding is bijna een exacte kopie van dingen uit. En dadelijk het launchen. Dat is een slecht launch. Oké, launch is niet geweldig. De rest wel. Kijk, je kunt vrij scherp sturen met hem. Alles wel veilig, maar het valt nog mee. Maar we gaan dus de auto's niet naar Duitsland, we gaan naar car niet. En kijk die gekke spoiler van achter. Ik vind die wel leuk. Nu we gaan hem hier tunen. En dat ik daar dan voor level dus krijg in de auto's, in de car meet. En dat is precies wat ik nodig heb. Dus dat is de origineel op Vister nu. Nee, dat is het vorige model. Control Mod Vehicle. Ik vond dat ding eigenlijk wel dope toen ik hem zag staan. Dus die moet ik hebben. En nu staat hem hier. Oh, wat voor mij. Standaard upgrade. Ah. Oh. Ja, rechter. Ah, bumper. Dat dit al wel leuk. Oké, het wordt gewoon deze. What the fuck heeft het spel? Nee, geen bumper delete. Wat is het verschil tussen een Ezerspec? Ah, waar is die dan? Oh, deze. What the fuck? Echt van mijn toetsenbord is om te snel. Oh, ik ga mijn controle pakken, misschien werkt het dan wel. Hij zit net gewoon mijn knoppen te snel zijn. Ik zal dit gewoon doen. Wat een fun. Even achtervolgen om elke. Ik kon hem zo hebben eigenlijk. Fog lights, dat is een rallywagen eigenlijk, maar. Het daar reageert heel traag. Ah, oh, ik krijg het ervan, hè.
Is weer een half jaar later. Oké, alles achter. Oké, kunnen we naar de hoods kijken. Elk een fans of oké okay, mens. Een clean hood is ook wel leuk. Ja. Wat gadgets wil ik niet. Doet wat doen we niet aan. Een carbon doen. Veel van daar. Oh my god, mijn controller opgeslagen. Oh, kutzooi! Krijg nu toch dat tering kutspel! Oh man, ik heb alles. De kleur. Ik vond die kleur wat daar stond wel dik. Een soort paarsachtig, dus. Ik een beetje door de kleuren scrollen om te zien wat ik wel leuk vind. Dit bright wagen zelf. Ik heb een idee. Midnight. Midnight Purple hierop, gaat dat? Bright vind ik juist te. Spinnaker, ja nog wel. Shafter. Kan daar Shafter nog waar even een idee per les gaan. Nou dan dat Midnight Purple hem terug laten komen. Secondary doen we om te kijken wat dat allemaal is. Ik zie het niet dus ja. Trim color. Gewoon zwaar. Accent. Laat op ijs wit. Ah, kom op. Oeh. Rally. Ik vind het mooi, maar ik vind het ook wel iets cools, hè. Ik ben attempted om het te pakken, omdat het gewoon uniek is, maar. Ik vind dit mooier, maar dit is gewoon uniek. Nou, fuck it, ik laat het eraf. Skirts. Deze ga pakken, splitter. Zo'n extra lipje is wel leuk. Ik denk dat die. Ik wil gewoon de stock spoiler houden. Ja. Transmission. Hop. Turbo.
Wielen, nu wil ik eens kijken voor wiel. Ik ga track al sowieso pakken. Ik wil high-end of track. Alleen als ik niet weet welke ik wil. Throwback is wel nice. Dit staat hier nog wel goed onder, denk ik. In het zwart. Keuzestress, jongens, keuzestress. Ah, kut, ik heb dat. Godverdomme. Hebben ze nu niks leuks? Gewoon high-end. Misschien dat hier wel iets leuks tussen staat. Dit, sowieso. Ah, come on, ik rijd ervan als het niet de hele rem gekleurd wordt. Dit kan ook nog wel, of dit. Dit, solar, zo leuk. Altijd bulletproof tires. Wind deflectors. Nee. Ik weet niet, ik vind hem zo wel leuk eigenlijk. Oh lol, kijk dat. Kijk de lampen. Wow. Is dat bij de achterste? Nee. Wil nu hem eventjes voor een spin nemen. En dan denk ik dat het er weer op zit voor vandaag. Deze video heeft eigenlijk echt wel een lange. Dat is ook gewoon een vrij lange video. Nu, ik moet zeggen, ik vind deze auto echt wel heel dik eigenlijk. Oh shit. Oké, laat maar. Rijdt dus voor een meter. Wat zou je, rijdt wel snel. Maar het belangen niet zo goed als de nieuwe Calico, dus oh, damn. Nee, het belangen niet zo goed als de nieuwe Calico. Dus die Celica GT4 bedoel ik. Enige gekke drag monster. Nee, belangen niet. Oh my god, wat een slippend ding. Maar dat ding rijdt echt voor geen flikker. Ik kan nog niet sturen of ik lig langs de baan. Oh fuck. Dit ding is echt vreselijk om mee te rijden. Oh my god. Ik heb geen flikker grip. Ik heb een vermoeden waarom hij zo slecht rijdt. Ik heb er letterlijk fucking drift tires opgesmeten. Oh my god, dat had ik niet door dat gedaan. Oh ja, veel beter. Oké, even voor iedereen. Geen drift tires op de ding gooien, want de ding rijdt vreselijk ermee. Ik vind driften met bulletproof tires nog gemakkelijker. De nieuwe Comet. Op zich, ik vind hem al dik. Ik bedoel, de wagen is zeker niet mis. I mean, look at it. Dat is toch niet lelijk, of wel?
Ik vind hem wel mooi eigenlijk. Ja, ik vind hem wel leuk, ja. Nu ik weet waarom zo verschrikkelijk rijdt, ga ik zelf hem wel meer gebruiken in races, denk ik. Moet zeggen, die Kaliko die draagt veel harder op. Maar ik wil toch wel zien wat deze kan presteren ten opzichte van anderen. En ik denk misschien toch die dingen erop te gooien. Oh wel, nee, laat maar. Ik heb een Novak al met dat ding op. Maserati Levante. Heeft al. Hierop zou het een beetje overbodig zijn, zou ik zeggen. Ik wil eigenlijk zien hoe die is als die verlaagd is. Oh shit. Nu, toen ik met Noah. Ik heb veel Kaiperico heists gedaan met Noah en contract jobs. Toen we dat deden, is me één ding opgevallen aan die Calico. Als hij verlaagt, is hij aan het rijden, dat hij dan eens een beetje sneller begint te rijden. Nu, ik weet niet of dat echt zo is of. Dat hij sneller rijdt in een understands, maar. We hadden echt wel de indruk dat hij sneller ging. Maar dit was dus de. Dit was dus de Comet S2 en ik vind hem echt awesome. Dus iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yo.